Met nog 5 wedstrijden te spelen wordt deze Konings op non-actief gesteld. Tot grote ontevredenheid van de spelers. Die hadden het seizoen willen afmaken met de oefenmeester. 3 jaar lang met die man moeten werken en heel leuk gewerkt. En de hele groep en de bestuurder zelf ook. Een hele leuke, fijne man. Maar er moeten nou knopen worden doorgehakt. En of wij nou tegen zijn of niet, dat is gewoon echt een bestuurlijke beslissing. Het lukte SV Urk vorig seizoen net niet om de hoofdklasse te bereiken. Door de invoering van de nieuwe topklasse promoveert dit jaar de top 4 naar de hoofdklasse. Maar met nog 5 wedstrijden te spelen is het gat nog zeker 9 punten. Urk zijn we heel wel gewend van de laatste 15 jaar. En als je dan zo moet afzakken, naar de eerste klasse afzakken was al wat. En nou in de eerste klasse blijven terwijl er een klasse boven komt, ja, dat is niet wat we gewend zijn en wat we willen natuurlijk. Dus daarom gaan we ons uiterste best doen om de komende 5 wedstrijden zoveel mogelijk punten te pakken. En dan eventueel maar via de na-competitie die stap te gaan maken. De opvolger van Konings, deze Jan Schulting, laat desgevraagd weten dat hij het seizoen eventueel kan afmaken.